Goedendag. U kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking snel toe en er trekken vervolgens regen en onweersbuien over het land. Het kunnen lokaal stevige buien zijn. In het noordoosten wordt het nog lokaal 29 graden voor de buien uit. Nadat de buien zijn gepasseerd, in de middag klaart het breed op en hebben we voor de rest geregeld zon. De wind gaat behoorlijk toenemen, die draait naar het zuidwesten en wordt matig tot krachtig 4 tot 6 voor. De temperatuur ligt vanmiddag tussen de 24 en 27 graden. Vanavond trekken de laatste buien weg, dan hebben we brede opklaringen. Overwege de avond is het rond een graad of 22 en dan komende nacht daalt de temperatuur kwik tot een graad of 16. Maar dan overdag loopt de temperatuur weer op naar zo'n 25 tot 28 graden. Is wel een stuk minder warm dan de laatste dagen van vorige week. De wind wordt zuid tot zuidwest en is meest matig. Op maandag, dinsdag en woensdag valt er lokaal een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het toch droog bij geregeld zon. De middagtemperatuur ligt meestal tussen de 24 en 28 graden. Op de maandag wordt nog lokaal 30 graden gehaald in het oosten. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.